Goedenavond. In voorgaande afleveringen heeft u al kunnen zien hoe internationaal The Lion King is. De van oorsprong Amerikaanse productie is in heel veel landen te zien. En vanaf 19 maart dus ook in Nederland. In iedere uitvoering zijn er heel wat nationaliteiten vertegenwoordigd. En in Nederland maar liefst 11 verschillende. Een deel van de spelers komt uiteraard uit Zuid-Afrika. En we beginnen vandaag dan ook in Johannesburg. We hadden daar onder meer een ontmoeting met componist Lebo M. En ook werden daar audities gehouden. Iedere kandidaat zong vol overgave. Het komt dan ook recht uit het hart. Voor Disney zijn de audities in Zuid-Afrika erg belangrijk, want hier moeten de mensen gevonden worden die de productie echt Afrikaans maken. In elke voorstelling, waar ook ter wereld, wordt daarom geprobeerd zoveel mogelijk Afrikanen mee te laten spelen. Hun aantal verschilt per land. For example, in America, the union, the actors union is very strict that they only allow those X amount of South African contracts. And that's it. In Amsterdam, for example, we can have more. That's not so strict, and they're more open to that, which is going to be great for the production in Amsterdam. We're going to be more authentic in Amsterdam than we're anyplace else. De kandidaten in Zuid-Afrika zijn arm en moeten hard werken voor hun geld. Ze zijn daarom niet in de luxe positie dat ze alle tijd hebben om zich voor te bereiden op hun auditie. En daarom gaat het er anders aan toe dan bijvoorbeeld in Nederland. We give them different songs that they already know. That's part of the culture. And to try them out on the their ranges, their vocal ranges. Regisseur Steven Minning zit achter de tafel in Johannesburg, maar ook Lebo M, een van de componisten. En Aubrey Lynch. Hij begon als danser in de Broadway-versie van The Lion King, maar reist inmiddels heel de wereld af op zoek naar geschikt talent. My next stop is London. We just came from, we're in South Africa. I'm like, where am I? I'm in South Africa. And I was in Cape Town on Monday. We were in East London, South Africa yesterday, Johannesburg today, Durban on Friday, and London on Sunday. Als er iemand is die weet waar een stem aan moet voldoen, is het wel Lebo M. Hij schreef alle koorpartijen voor The Lion King en vindt het fijn om bij de audities aanwezig te zijn. This is the most exciting part of my job, because I continue to explore and find very unique voices, very unique talent, and I'm blessed to be an opportunity to be able to give other people a break. To go to Netherlands, to go to Amsterdam, New York, Japan, wherever the Lion King. So I'm in a very unique position and I enjoy auditioning more than I enjoy working. Er wordt niet alleen op kwaliteit en kleur van de stemmen gelet. Er komt namelijk veel meer bij kijken om geschikt te zijn voor de Lion King. You have to have someone that can reproduce it and recreate it 8 times a week and not just once. You know, in recording, you have to have someone that's open to working with not only singing in foreign languages, but being in another culture, another country. Someone who's willing to wear a puppet or have an extra thing onto their body to tell the story. They've got to be open to anything. Carolina Dijkhuizen maakte de audities mee in Johannesburg. Ze was diep onder de indruk. Ik weet hoe erg het is om aan de andere kant te zitten. En dan 20 mensen die echt zo heel aandachtig naar je luisteren. Dus ik had wel zoiets van, ja,
Ik wil hier eigenlijk ook niet zitten, maar ik vond het wel heel interessant om te zien dat ze gewoon met die Afrikaanse spirituals gewoon een casting doen. En dat die mensen ook een hele ziel en zaligheid openzetten. Harvey Siswene Kambinde is door de audities heen en inmiddels zit hij in de Nederlandse cast. Hoe het hem vergaan is, ziet u verderop in onze uitzending. De bijzondere mix van westerse en Afrikaanse muziek is een van de ingrediënten die de Lion King zo speciaal maken. Componist Hans Zimmer schreef Europees getinte orkestpartijen en de Zuid-Afrikaan Lebo M componeerde meeslepende traditionele zangpartijen. On the planet and blinking step in to the sun. Elton John en tekstschrijver Tim Rice, het duo dat ook al garant stond voor het succes van de musical Aida, zorgden voor goed in het gehoor liggende hitgevoelige songs zoals Circle of Life en Can You Feel the Love. What Elton has, and it doesn't really matter if you regard Elton as a great rock artist, which he is. But he's actually a great tunesmith. He writes wonderful melodies. They really didn't have to sell it to me. I mean, I was in from the word go. It came at a time in my career where I thought it would be a challenge to do something different. That we got this far. Veel van de muziek uit de voorstelling werd al in de film gebruikt. Regisseur Julie Tamer was zo onder de indruk van de Afrikaanse invloeden in de muziek dat ze voor ze met haar theaterbewerking begon eerst contact opnam met Lebo M. Het klikte meteen. It was a friendly meeting. It was not a business meeting. We met 5-10 minutes later. We were, you know, talking about music and going on and on and on. De Lion King soundtrack was Lebo's 7e filmscore, maar muziek voor theater had hij nog nooit gemaakt. We thought what we're going to do is to go see all the Broadway shows. After we saw the first show, we left in the second half because we instinctively decided we don't want to make the Lion King music like that. We want to create a whole new way of making music for theater in New York, and it meant not experimenting with what's out there. So we decided we'll live with the music and gain from the spirit of the music from the movie and really restructure it differently. So that was fun. Pen en papier gebruikt Lebo M bijna nooit tijdens het componeren. Het liefst gaat hij meteen de studio in met zoveel mogelijk zangers. I enjoy working with singers more than I enjoy working with instruments because with natural voice I get immediate reaction that inspires me to do other things. If you've got singers in a room with him, he just takes over. You do this, you do this, you do this, you do this. Ready, here we go. And you listen to it and it's magic. Bij het componeren nam Lebo het verhaal van Simba als uitgangspunt. Het raakte hem persoonlijk, want volgens hem vertelt het veel over de geschiedenis van Zuid-Afrika. I could immediately identify with the characters, especially the character of Simba and Mufasa, because my life sort of parallels that. I went to exile as a young man at 14 and I came back home to a new country in the same way that Simba went to exile, came back to take over the pride land. Well, I didn't take over anything, you know, I'm not a president, but I have that spiritual connection where I came back to be part of rebuilding a new country. So much trouble in their homes, in their neighborhoods, you know, people really, you know, were killing each other, and singing was such a relief for them. As a people, we have experienced
pain, struggle and suffering, while in the process as a people we managed to maintain the human character of joy. And you know, it is the combination of joy and pain that brings the uniqueness in our music. Voor het eerst in de Nederlandse theatergeschiedenis werd er door een producent geïnvesteerd in talent. Voor The Lion King werd namelijk een speciale opleiding in het leven geroepen, de Lion King School. Iedereen die opviel tijdens de audities, maar nog niet goed genoeg was om te auditeren voor de mensen van Disney, kreeg de kans om gratis lessen te volgen van professionele docenten. Eerder in onze serie zag u al dat Mavis en Kurt deze kans kregen. En we waren benieuwd hoe het nu, een jaar later, met ze gaat. Oké, jongens, tot hier. Heel goed. Weten jullie van elkaar? Kon je alles volgen? Ben je staan? Als je ziet ook wat ze gedaan hebben. Eerst hebben we een blok van 10 weken gehad. Ze hadden nog nooit gespeeld, het grootste deel. Ze hadden wel wat zang en dans gehad. En ze zijn ontzettend gemotiveerd. Ze komen hier echt, want ze willen in die show. Dus ze gaan voor 300%. Ja, maar dat betekent ook dat je ontzettend goed in die ander moet gaan en kijken. En wat bedoelt hij om hem te begrijpen? Dus je bent heel erg aan het samenspelen. Ik heb heel veel zanglessen genomen. Ik heb ook danslessen ook genomen. Ik heb voor de rest ben ik blijven werken natuurlijk. Ja, het geld moet ergens vandaan komen. En ja, gewoon mentaal ook gewoon echt continu mee bezig geweest. En dat hielp volgens mij ook om deze periode door te komen. Want het ging heel snel. Het ging heel snel. Voor mijn gevoel was het echt gisteren of vorige week dat wij inderdaad in ANP zaten voor de eerste auditie. De allereerste opstart hebben we 1500 tot 1700 amateurs gezien. Die zeg maar nog nooit gedanst hadden. Van de allereerste 1700 zijn er toen 24 overgebleven. Het is heel streng. Ja, we zijn op zoek naar een bepaald type en met een bepaald talent. En dat is moeilijk te vinden, want naast dansen en acteren moet je ook nog eens kunnen zingen. Floor van Zutphen is zangdocente. Zij leert ze goed om te gaan met hun stem, want wie in de voorstelling komt, zal 8 keer per week moeten optreden. Hij gaat helemaal van zijn plek weg. Hoor je het? Horen jullie het ook? Ja. Het moet op dezelfde plek blijven. Het is wel een interessante oefening. Jij doet hem. Goed. Je bouwt iets met elkaar op. En ze zien ook, want in deze klas zitten er nu 2 die in de show zitten. Dus de Simba en een meisje wat met hem speelde, dus Understudy die Nala. Die zitten erin, die komen ook van de school. Dus wij kunnen er ook in komen. Maar ik moet nog wat meer aan dit werken, ik wat meer aan dat. En dat motiveert heel erg. Je doel is toch om uiteindelijk in de show te komen. Dus als iemand dan je in die zin dan voorbij gaat en binnenkomt, dan heb je zoiets van, jammer, ik wil dat ook. Maar aan de andere kant moet je jezelf niet, vind ik, dan met anderen vergelijken, maar heel erg met jezelf en wat je was. Ik denk dat er zo'n 20 tot 25 echt auditie hebben mogen doen voor Disney. Maar er zijn er maar 5 of 6 van aangenomen. Dus eigenlijk zeg maar vanuit de allereerste rondes van de 1700... hebben we de 6 aangenomen voor daadwerkelijk de show. Iemand die dus al vrij snel doorstroomde was Etienne Poeder, Simba. Ook nadat hij was aangenomen bleef hij lessen volgen op de Lion King School. Ik heb heel erg veel geleerd en het zijn zoveel verschillende lessen in zoveel verschillende docenten. Maar op een gegeven moment zie je dan ook daadwerkelijk die rode lijn die door alle lessen loopt. En dat is je motivatie en dat is je concentratie en dat is jouw devotie voor het hele vak. Dus een aantal van de school die zijn al gaan auditeren. En die zitten nu ook in de show en dan gaan we scènes voorbereiden en ook op spelgebied en zang. Dus dan krijgen ze extra training en dan worden er nog wel wat uren aan gespendeerd. Laag, 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 op, laag, pam, 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 pam. 5, 6, 7, 8, 1, 2, hey, 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 hey. Voor de een gaat het dus sneller dan voor de ander. Maar een gratis vakopleiding blijft natuurlijk wel bijzonder. Maar je moet er wel wat voor doen. Als je hier komt met tegenzin, dan is het een hele lange weg. En dan, voordat je zeg maar op de daadwerkelijke weg terecht bent gekomen, stop je ermee. Dus plezier is het allerbelangrijkste.
Je maakt een soort mentale stap van dit is echt wat ik wil. En ja, je bent daar helemaal op gepind, zeg maar, om daar ook op een bepaald doel te bereiken met die lessen. Want het moet gewoon ergens naartoe. Als je zo'n jaar bezig bent met dit en zij investeren in je, dan is het gewoon goud. Dan moet je dat gewoon meenemen. En het maakt niet uit of je dan in de Lion King komt, of je dan in een andere productie komt, of je hebt er gewoon heel veel aan. Dat ze hier nu met een cameraploeg dit allemaal doen en durven en gaan en met zoveel enthousiasme en energie en expressie. Nou, dan ben ik heel erg trots. Ja. Harvey is één van de Afrikanen die in Nederland meespelen in The Lion King. In november spraken we hem in Johannesburg, waar hij samen met drie anderen in één appartement woonde. Harvey had het geluk dat hij de pianist die de audities begeleidde kende. Samen hadden ze al vaak gerepeteerd. Toch moest hij heel wat audities doen om uiteindelijk gekozen te worden. I think about more than seven, because I had to come back for choreography. I had to come back for callbacks probably about 4 times, and then come back for photo and a lot of things were involved. But in it, you know, I think it was for them to make sure that what they decide on, it's what they want. The Lion King wordt voor Harvey één groot avontuur. En niet alleen wat het werk betreft. Hij is nog nooit de grens over geweest en weet dus ook niet veel over Nederland. I've read some books where I've realized that the way we do things here, it's not the same as the way you do things there. So that's one of the things that fascinates me, you know. And I'm so passionate about the whole thing. You know, of going abroad and especially to Netherlands and learning Dutch language. Ja, en ondanks de verwantschap met het Afrikaans ziet hij daar nog best tegenop. So I approached Dutch lessons with the mentality of Afrikaans. And guess what? I couldn't reply a thing. but I knew what were some words I can hear them, you know, what they mean and what are they saying, but I couldn't respond back. That was the tricky part about the whole thing. Zijn familie en vrienden vinden het fantastisch voor hem dat hij deze kans krijgt. Toch heeft kamergenoot Georgie gemengde gevoelens over Harvey's vertrek. Through him I've learned a lot. And for him leaving South Africa, that's what I'm saying, it's a big blow for me. Because I don't know who I'm going to look up to now. But then I have to stand for myself and and try and fight hard. So that maybe when he comes back, we work more hard together and do some stuff for the country. Even for the world, I can say that. I'm one person who's very, very, very a hardworking person. I set my goals and I follow. I don't sleep about something. When I dream about something, I don't end up by sleeping. I live my dreams. Inmiddels woont Harvey alweer 2 maanden samen met andere Afrikaanse castleden in Den Haag. Het bevalt hem prima, al moet hij wel behoorlijk wennen aan het jachtige bestaan in ons land. Er zijn zoveel regels hier. Zoveel regels to drive a car, zoveel regels to drive a bicycle, zoveel regels to cross the robots, you know. And because we're using trams and trains and that's a lot for us. It is we had to shape up on that, you know, because you had to keep time because the bus wouldn't wait for you or the tram wouldn't wait for you. That's one of the things that was like a new thing for us. En het Nederlands blijft lastig. We're still working on it, you know. We're still working on it, and then we I hope that probably by the end of this year we'll be able to speak a lot of Dutch, you know. At home we have Afrikaans, so it's similar to Afrikaans. Even we have those so I'm used to it. Nomvula weet hoe het is om lang in het buitenland te wonen. Haar rol van medicijnvrouw Rafiki speelde ze eerder op Broadway. It's easy because I know the role, but now I'm learning something new, Dutch. So I think it's a good opportunity to me to have this chance to do this show. Ze mist haar familie vaak. Om de dag belt ze naar huis. My sister, she's doing the Lion King in London. So they know they used to this thing that we leave them and then we come back and see them. I call them every day
every day, though it's a bit expensive, but I do call them. I try by all means to keep in touch. Veel buitenlandse castleden hopen dat ze naast hun Lion King ervaring uiteindelijk meer mee terug kunnen nemen. I'm looking forward to study like being as a conductor. You know, if I can achieve that while I'm still here, that can be make me very happy. Maar eerst natuurlijk de première. It will be the first time here singing for special people here, you know. So I'm looking forward. I'm not nervous. I'm ready for it. Zometeen Hein van der Heijden. Hij speelt de gemene broer van Mufasa, Scar. Draagt de hele voorstelling een harnas van maar liefst 15 kilo zwaar. Sommige dingen kun je dan maar beter laten. Sigaretten roken? Daar ben ik nou gelukkig een tijd mee gestopt al. Tot zo! Iedere week laten we u kennis maken met één van de hoofdrolspelers. Wat doen ze bijvoorbeeld als ze niet op het podium staan? Deze week de andere kant van Hein van der Heijden. Ik ben een woordenvreter. Dus ik ben erg van het lezen, veel met muziek bezig. Ik speel gitaar en ik ben ook een amateur trompetist. Maar de laatste tijd voor de Lion King ben ik heel veel aan het trainen bijvoorbeeld. Dus ik ben vaak te vinden nu in het fitnesscentrum. Dus maar dat is wel nieuw hoor, dat sinds de afgelopen maanden. Sigaretten roken. Daar ben ik nou gelukkig een tijd mee gestopt al. En verder is het denk ik vooral, ik denk bij de Lion King is het vooral belangrijk om fysiek in een goede conditie te zijn. Dus dat betekent inderdaad ook wat de stem betreft en ook lichamelijk, fysiek, dat je daar goed op let. Dat is denk ik ook een verschil met andere rollen spelen, omdat het hier natuurlijk ook aankomt op het feit dat het kostuum, dat zo zwaar, het masker wat je erbij hebt. Nee, het is natuurlijk ook zo'n Scar, is het, wat dat betreft is het een... Ben ik enigszins vermomd ook. Dus ik denk niet dat als ik over straat geloop, dan hey, daar heb je Scar. Ik weet niet, ik denk dat het feit dat je in zo'n soort productie zit en dus iets meer in de publiciteit komt, dat mensen je misschien iets vaker gaan aanspreken. En ik denk ook dat het publiek wat naar de musicals komt, en zeker ja, er komen geloof ik meer dan 2 miljoen mensen naar dit soort voorstellingen kijken. Dus misschien is het wel zo dat mensen wat beter gaan leren kennen. En ik geloof wel dat ze inmiddels doorhebben dat zo'n week of twee voor de première, dat het dan... Dat ik dan licht ontvlambaar kan zijn, laat ik het zo zeggen. Ze vinden dat ontzettend leuk. Ze waren ook, want er was ook nog sprake van andere dingen die ik zou kunnen doen. En ze hebben me toch wel enigszins onder druk gezet om vooral die Lion King te gaan doen. En tot zover aflevering 4 van The Making of the Lion King. Volgende week dan zijn we er weer en dan krijgt u een beeld van de allerlaatste voorbereidingen. Ook ziet u een andere kant van Edwin Jonker. Een paar weken voor de première kon hij pas aan zijn rol van koning Mufasa beginnen. Nu was het, nu kwam ik ergens binnen waarvan het toch al een hecht team was. En wat ook zo hoort. En dan is het heel spannend hoe mensen reageren. En dat was echt heel positief. Volgende week dinsdag dus, na de late editie van Shownieuws. Graag tot dan. Onyama.